Op zich, ziet. En zie je mij in het klein en dan de PowerPoint in het groot, hè? Op vies. Ja, ik kan niet meer doen. Ik heb hier een kabel. Ja. Maar mijn collega zei het ook dat ik af en toe zo, ja, mijn beeld. Ja, dat is in orde ook. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Zeg maar, ja, ik ga dan nu afleggen en dan ga ik. Ik ga stil aan start. Ja, oké. Thank you. Yo. Hallo, goedemiddag allemaal. Ik denk dat we stilaan kunnen starten. Ik merk dat er een beetje vertraging of veel vertraging kan opzitten tussen wat ik hier aan het zeggen ben en wat jullie horen en zien. Dus het is een beetje een vreemd gevoel, maar als het moeilijk moest lukken, laat zeker iets weten. Maar welkom. Ik ben Katrien Vermeire en ik werk bij Sensoa. En de kraamvogel heeft mij gevraagd om vandaag het spreekuurtje te verzorgen rond anticonceptie. Dus zoals jullie misschien allemaal, zit ik hier eigenlijk ook nog in mijn kot, nog steeds. Wat mogelijk zijn effect kan hebben op wat lawaai van auto's die voorbij komen of een kindje dat binnenkomt. Of niet altijd de beste verbinding, maar ik denk dat jullie dat de voorbije spreekuurtjes wel gewoon zijn geraakt. En op zich heeft dat ook nog wel zeker zijn charme. Jullie kunnen proberen te kijken welke boeken hier achter mij staan. Oké, ik werk bij Sensoa. Ik ben geen arts, dat zou ik toch wel ook wel graag willen vertellen. Ik ben eigenlijk bij Sensoa vooral bezig met een stuk preventie van ongeplande zwangerschap. En Sensoa is het expertisecentrum voor seksuele gezondheid. En wij zorgen vooral voor preventie en voor sensibilisering en informeren. En ik ben daar eigenlijk vooral bezig met het thema anticonceptie. Geen arts, zoals ik al zei, dus ik ga ook geen heel medische uitleg geven of geen medische vragen beantwoorden. Maar ik kan jullie zeker wel altijd ook wel doorverwijzen naar meer info daarover. Ik nodig jullie zeker van harte uit om ook heel wat vragen te stellen. Zo krijg ik ook wat zicht op wat er bij jullie leeft, want momenteel kan ik dat niet weet. Ik heb mijn praatje vooral gebaseerd op de vragen die wij al eens krijgen en ook die de kraamvogel ook vaak krijgt en mij heeft doorgegeven. Dus wat ga ik dan eigenlijk het komende uurtje of van minder, we zullen zien hoe de tijd vordert, bespreken, is eerst even zo overlopen wat er eigenlijk allemaal bestaat aan anticonceptie. Om dan te gaan van, ja, wat is nu het beste middel dan zogezegd voor mij? Wat zou ik dan moeten kiezen?
Even inzoomen op coronagewijs. Is er iets veranderd? Verandert er iets nu met anticonceptie? En om dan een beetje in te zoomen op hoe zit anticonceptie nu eigenlijk in elkaar na de bevalling? Dus zoals ik al zei, stel gerust jullie vragen. Ik probeer de chat hier zeker ook mee in doog te houden. En ik ga die vragen zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Goed, anticonceptie. Wat bestaat er nu allemaal? De pil is jarenlang nummer 1 geweest. We hebben die vanaf de jaren 60 gebruiken de meeste vrouwen de pil. Op zich is dat nog altijd zo. Het spiraaltje is wel aan het toenemen de laatste jaren. Meer en meer vrouwen gebruiken nu ook wel het spiraaltje. Maar daar blijft het dan zo bij. We horen vaak van pil, spiraal, ja, en dat is het dan? Of nee, dat is het niet. Er zijn echt ook nog wel andere middelen. En vaak zijn die zo wat onbekend. En onbekend maakt dan ook wat minder geliefd of minder gebruikt. En je hoort er soms van alles over, maar je weet het eigenlijk niet zo goed. Dus ik vind het belangrijk om eens echt eens te overlopen wat is er eigenlijk allemaal. Zo, dan pas kan je eigenlijk echt een keuze ook gaan maken. Ik weet niet of dat nu gaat lukken met de vertraging, maar ik wou even gewoon, om het een beetje jullie erbij te betrekken, een klein quizje doen en eens vragen. Hebben jullie een idee uit hoeveel anticonceptiemiddelen je nu anno 2020 eigenlijk kan kiezen? Zeg jij, god, dat zijn er een tiental of een veertiental, achttal, dertiental of ik weet het echt niet. Als je wil, zet het even in de chat. Ik ga even wachten, want er gaat vertraging op zitten, hè. Ik krijg hier voorlopig geen enkele antwoorden binnen. Een beetje de vraag of er zoveel vertraging op zit. Ah, daar komen de eerste reacties. 13. Oké. Okay. Oké, goed. Ik ga daar verder mee door. En jullie een overzichtje laten zien van eigenlijk wat er allemaal momenteel op de markt is. En als we samen goed kunnen tellen, dan zijn er 3, 7, 19, 11, 12, 13, 14, 13, 14, dat zijn eigenlijk de twee min of meer correcte antwoorden. Maar het doet er niet toe of dat het nu er 13, 14 of 12 zijn. Het gaat er vooral over dat, het er, toch wel, dat we wel wat keuzemogelijkheden hebben en dat het belangrijk is om een beetje te weten wat er allemaal op de markt is, maar vooral ook om te weten wat jij
belangrijk vindt en dat je dat kan bespreken met je arts. Dus je ziet ze hier eigenlijk allemaal staan. Ik ga ze per groepje een beetje toelichten, zodat jullie er wat meer over kunnen weten. Als er vragen zijn, stel ze zeker gerust. Goed, het eerste groepje dat je daar ziet staan, zijn er drie. Pil, de anticonceptiepleister en de vaginale ring. Nu, waarom heb ik die samengezet? Dat is omdat die op eenzelfde manier jou beschermen tegen een zwangerschap. Dat zijn middelen die alle twee hormonen bevatten. Die bevatten twee hormonen en die hormonen beschermen jou tegen een zwangerschap. Die zorgen er bijvoorbeeld voor dat je geen eisprong meer hebt. Maar verder werken die dus eigenlijk hetzelfde. Het enige verschil is dat je de pil die in het midden, dat je die elke dag neemt. En best ongeveer op hetzelfde tijdstip. Links daaraan heb je de vaginale ring. Dat is een ring, zo'n plastic ring die je eigenlijk in je vagina inbrengt, zo net zoals als je een tampon inbrengt. En die draag je eigenlijk 3 weken. Dat is voor mensen die eigenlijk minder gemakkelijk vinden om elke dag aan iets te denken. En sommigen vinden het dan makkelijker om pas om de 3 weken aan iets te denken. Dan heb je rechts zie je ook nog de anticonceptiepleister. Dat is een huidskleurige pleister die je op je lichaam kan kleven. Je kan die eigenlijk als het ware overal kleven, behalve uiteraard op je borsten. En die blijft daar een week zitten. En na een week neem je die eraf en kleef je een nieuwe. En na 3 weken stop je een week, zoals met de pil, en begin je nadien terug opnieuw. Dus ook naar veiligheid, naar betrouwbaarheid zijn dat middelen die vergelijkbaar zijn. Die zijn alle drie heel betrouwbaar, wel op voorwaarde dat je ze correct gebruikt. En dan hangt het af van hoe dat je zelf ineens zit. Is het voor jou makkelijker om elke dag aan iets te denken? Of elke week? Of om de 3 weken? Dat hangt dan helemaal af van hoe je zelf bent en uiteraard ook van jouw jouw levensstijl, heb je een vaste structuur of niet, dat hangt er eigenlijk dan allemaal wel mee samen. Goed, zijn er nog vragen hier over de pil, ring of pleister? Stel ze gerust. Ik ga intussen nog eens eventjes kijken of er mensen zijn bijgekomen. Ik misschien mezelf nog eens kort kan voorstellen, maar ik moet hiervoor een aantal vensters verschuiven en oké. Goed, dus we hebben het gehad over de pil, de pleister en de vaginale ring. Dat zijn 3 middelen. Die je dus eigenlijk beschermen tegen een zwangerschap op basis van 2 hormonen. En die 2 hormonen, dat zijn eigenlijk, voor degenen die het graag willen weten, is dat oestrogeen en progestageen. Dat zijn eigenlijk ook hormonen die ons lichaam van nature aanmaakt. Maar in die middelen zit dan een kunstmatige vorm van die hormonen, waardoor onze natuurlijke cyclus eigenlijk wordt stilgelegd. Wat we dan vaak ook wel, waar mensen zich echt wel de laatste tijd wel wat zorgen om maken, of de vraag stellen van, is hormonale anticonceptie eigenlijk gezond of toch niet eerder ongezond? Er gebeurt heel wat onderzoek naar mogelijke effecten op de gezondheid van die middelen. En sowieso kan je eigenlijk zeggen dat er het onderzoek aantoont dat er een licht verhoogd risico is op een aantal zaken. Maar daarentegen beschermt de pil, pleister en ring je ook tegen een aantal aandoeningen. Nu, wat betreft dat beschermende, hè, eigenlijk als je de pil neemt, ben je beschermd tegen, de,
En heb je een hogere bescherming? Ik zal het zo zeggen. Het is niet dat je daar helemaal tegen beschermd bent, maar de pil beschermt een stuk tegen de ontwikkeling van eierstokkanker en endometriumkanker. Dus dat zijn eigenlijk, dat is vastgelegd, ook een stukje darmkanker, maar daar is niet helemaal duidelijk hoe de bescherming daar in elkaar zit. Maar het is wel zo dat eigenlijk doordat je de pil, pleister of ring gebruikt, dat je ook dat het niet alleen nadelen heeft, bij wijze van spreken, voor de gezondheid, maar dat het ook een beschermend effect heeft tegen de ontwikkeling van een aantal kwaadaardige tumoren. Nu, wat betreft dan dat, wat er mogelijk wel nadelig kan zijn, of dat de pil een licht verhoogd risico heeft, dat is dan eigenlijk op, op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. We hebben dat ook al, dat komt vaker wel eens voor in de media van meer kans op trombose door de pil. En op zich, dat klopt. En dat is net omdat je eigenlijk het oestrogeen die in die pil zit, en in de pleister en in de ring ook, dat gaat eigenlijk jouw bloed sneller laten klonteren. Waardoor er makkelijker ook bloedklonters kunnen ontstaan. Maar dat defect, dat lichtverhoogd risico is ook zeer klein. Dus dat is het risico op een tromboseontwikkeling bijvoorbeeld tijdens een zwangerschap is veel hoger dan tijdens pilgebruik. Dan wat we ook vaak zien in de media en is meer het effect van zo de hormonale anticonceptie op jouw op jouw welbevinden, op jouw libido, op jouw humeur. En we lezen in heel wat blogs van vrouwen die het beu zijn eigenlijk een stuk om die hormonale anticonceptie te nemen. Nu, onderzoek daar rond is altijd een beetje moeilijker, want het libido bijvoorbeeld wordt door zoveel zaken bepaald, dat het ook heel moeilijk is voor onderzoek om net te gaan uitmaken van wat is juist nu het effect van die pil. Maar ik raad mensen dan ook echt heel hard aan van schaam je niet om daarover te praten met je arts. Zeg dat gewoon, dat je dat voor jou niet oké voelt. Dan kan je samen gaan zoeken naar een ander middel of eventueel ook naar een middel met een andere hormonale samenstelling. Want het is soms een beetje zoeken hoe jouw lichaam reageert op die specifieke hormoonsamenstelling in die pil. Dus voel je je ergens niet goed bij, vertel dat. We zijn daar misschien niet gewoon om dat zomaar ook te zeggen tegen onze arts. Maar ik kan alleen maar jullie aanmoedigen van, om dat wel te doen. Want het is helemaal geen goed idee om lang te blijven rondlopen met een anticonceptiemethode die je gebruikt, waar je eigenlijk helemaal niet goed bij voelt. Oké, dan eens kijken. Dan hebben we nog een andere groep anticonceptiemiddelen, namelijk de minipil, het implantaat, de prikpil en het hormonaal spiraal. Nu, waarom staan die allemaal samen? Ook omdat dat ook hormonale middelen zijn, maar deze middelen bevatten geen oestrogeen en die bevatten dus maar één hormoon. Maar evengoed zijn deze zeer betrouwbaar, maar werken die op een andere manier, werkt dat hormoon op een iets andere manier, houdt die een zwangerschap, beschermt die jou tegen een zwangerschap. Nu, we gaan ze ook eens even overlopen. De minipil, ik denk dat dat de meest bekende is van op deze slide. Dat is eigenlijk een pil, dus hetzelfde als de gewone pil, maar deze bevat geen oestrogeen. En deze blijf je continu ook doornemen, 28 dagen. Vroeger werd er gezegd van, goh, je mag eigenlijk maar heel weinig, je hebt maar heel weinig marge om pil te vergeten. Je moet je hebt maar 3 uur of zo de tijd. Dat was eigenlijk vooral met de vroegere pillen zo, de vroegere mini-pillen die eigenlijk niet meer echt op de markt zijn. Tegenwoordig is er eigenlijk alleen nog Cerazet op de markt. En daar heb je toch wel wat meer ruimte
Tussen, ja, als je een pil zou vergeten zijn, om die toch nog in te nemen en toch nog veilig te zijn. Nu, dan heb je op het tweede plaatje zie je de prikpil. Dat is een, ja, een injectie die je krijgt in jouw bilspieren. En dat is een, ja, een injectie met een hormoon. En dat beschermt jou eigenlijk 3 maanden. En dan, ja, na 3 maanden ga je terug naar de arts en krijg je een nieuwe injectie. Dus eigenlijk ook een heel goedkope vorm van anticonceptie. Je moet natuurlijk wel je doktersconsult betalen, maar dat is, ja, in eigenlijk bij alle middelen zo, want de meeste middelen hier in, van deze... Van wat we allemaal hebben in België, is eigenlijk allemaal op doktersvoorschrift. Dus je moet altijd langs een arts gaan. Maar deze injectie ja, is eigenlijk ook een... Dat wordt ook zo wat genoemd als de, ja, de meest geheime vorm van anticonceptie. Eigenlijk niemand ziet dat jij anticonceptie gebruikt. Voor sommige vrouwen kan dat belangrijk zijn. Naar de partner toe, of naar de omgeving toe, of voor jongere meisjes naar de ouders toe. Er zijn ja, wel prikpil, daar leeft ook wel het idee van, god, daar speelt heel wat, dat kan effect hebben op je gewicht. En dat is ook wel zo. Het kan zijn dat je door de prikpil te gebruiken wel een aantal kilo's toeneemt. Maar het kan evengoed zijn dat je een beetje afvalt. Maar je weet het nooit op voorhand. Het is dus een beetje een gok. Ja. Een gok die sommigen toch niet zo graag willen nemen. En voor heel jonge meisjes, min 18, wordt de prikpil eigenlijk ook niet aangeraden. Omdat dat een effect zou hebben op nog de botontwikkeling. Dan heb je, derde prentje, heb je het hormonaal spiraal. Dat is eigenlijk het spiraaltje dat door een arts of een gynaecoloog ingebracht wordt in de baarmoeder. En dat jou 5 jaar beschermt tegen een zwangerschap. Op basis ook van hetzelfde hormoon als dat er in de andere middelen zit, het progesteron. Wat kan ik daarover vertellen? Een hormonaal spiraal kan ook als voor jonge meisjes. Vroeger leefde het idee van de spiraal kan je enkel gebruiken als je al bevallen bent. Dat is niet waar. Een spiraal kan evengoed gebruikt worden door meisjes of vrouwen die nog niet bevallen zijn. De plaatsing kan misschien iets moeilijker zijn voor de arts. En misschien iets gevoeliger ook voor de vrouw of het meisje in kwestie. Maar dat kan perfect opgelost worden door voor de plaatsing een pijnstiller te nemen. En dan heb je daar eigenlijk heel weinig last van. Nu, dan tenslotte heb je nog het hormonaal implantaat. Wellicht een van de minst bekende middelen, denk ik. Dat is eigenlijk een heel klein staafje, zo'n beetje een teruggroot van een lucifer. En die wordt ook door een arts ingebracht onder de huid in de bovenarm. En die beschermt jou dan 3 jaar tegen een zwangerschap. Ook, net zoals bij de andere, op basis van het hormoon progesteron. Wat is er nu eigenlijk... wat hebben die middelen dus gemeen? Ja, vooral... Dat is, of waarin verschillen ze? Is dat op de termijn? Ja. Minipil moet je zeker ook elke dag aan denken. Prikpil om de 3 maanden. Het hormonaal spiraal om de 5 jaar. En het hormonaal implantaat om de 3 jaar. Wat ze wel gemeenschappelijk hebben, is dat, dat je eigenlijk je eigen... dat je de bloedingen niet kan regelen. En dat er een kans is dat je, zeker in het begin, wat meer bloedverlies hebt, of onregelmatiger bloedverlies. En op termijn dat het dan weer net kan zijn dat jouw bloedingen stoppen. Dus dat is echt iets dat je wel moet weten als je deze middelen overweegt, of deze wil gebruiken, is dat je niet... Ja, je kan zeggen, goh, ik ga volgende maand op vakantie, dus ik neem een pil door, of zoals dat je bij de pil doet, zodanig dat ik mijn bloeding kan regelen. Nee, dat kan je bij deze niet.
En je weet ook niet, ja, het kan zijn dus dat je bloeding wegvalt op lange termijn en in het begin wat onregelmatiger bloedverlies hebt. Goed, ik nodig jullie intussen nog altijd uit om zeker vragen te stellen. Doe gerust. Zolang er geen echte vragen binnenkomen, ga ik door. Oké. Dan heb je eigenlijk nog een groep van middelen. En dat is het koperspiraal, het mannen- en vrouwencondoom en het pessarium. Dat zijn eigenlijk dan de middelen. Waarom zetten we die samen? Omdat dat de middelen zijn die jou tegen een zwangerschap beschermen zonder hormonen. Dus mensen die zeggen, ik wil echt een middel zonder hormonen, dan hebben zij eigenlijk de keuze uit deze middelen. En dan zie je als eerste het koperspiraal. Dat is ook een spiraaltje, zoals het hormonale spiraal, dat door een arts of gynaecoloog ingebracht wordt. Maar dat bevat dus geen hormonen. Je ziet misschien dat er zo'n fijne koperdraad in zit. En het is eigenlijk dat koper dat de zaadcellen eigenlijk doodt. En dus ja, waardoor er geen bevruchting kan plaatsvinden. Ook het koperspiraal heb je verschillende merken in. En dus ook ja, verschillende werkingsduur, maar de meeste zitten ook rond de 5 jaar. Er zijn ook koperspiralen die ineens voor 10 jaar blijven werken. Dus zoek je iets zonder hormonen en dat je op lange termijn kan, dat jou beschermt, dan kan het koperspiraal zeker een goede optie zijn. Het enige het nadeel bij een koperspiraal is ook de bloedingen. Het kan zijn dat, dat jouw bloedingen ook heviger zijn, dat je misschien ook meer wat krampen hebt. Maar ook dat geldt niet voor alle vrouwen en kan je dus eigenlijk op voorhand ook niet goed weten hoe jouw lichaam daarop reageert. Naast het koperspiraal zien we dan het mannencondoom. En dat is eigenlijk de enige vorm naast sterilisatie die we straks nog bespreken. De enige anticonceptiemiddel dat ook mannen kunnen gebruiken. Ik denk dat ik hier niet heel uitgebreid moet ingaan op het mannencondoom. Het is ook het enige middel dat beschermt tegen SOA. Want alle andere middelen die we tot nu toe hebben besproken, beschermen niet tegen, tegen SOA, seksueel overdraagbare aandoeningen. Het vrouwencondoom, dat is het derde prentje, dat kennen we de meeste ook niet echt heel goed, wordt ook niet zo vaak gebruikt. Maar dat is een condoom dat je als vrouw zelf gebruikt, zelf voor dat je seksueel actief bent, inbrengt en je hebt daar een dat breng je in en eigenlijk de penis schuift dan zo in dat condoom. Is ook een manier die beschermt tegen zwangerschap en tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Nu is het wel zo dat zowel het mannen- als vrouwencondoom als het pessarium eerder behoren tot de groep van middelen die minder betrouwbaar zijn. Een koperspiraal is zeer betrouwbaar, maar die andere drie middelen minder, omdat je eigenlijk, je hebt maar één, bij wijze van spreken, één zaadcel nodig die een eicel bevrucht en je bent zwanger. Dus het is, en bij een mannen- en vrouwencondoom of pessarium gebeuren er al eens meer ongelukken, in die zin dat er toch zaadcellen de vagina binnenkomen, waardoor er dus kans wel is op een bevruchting. Mannen en vrouwen, ze zeggen dan vaak van, hoe kan dat nu, hè? Een condoom is niet zo veilig tegen een zwangerschap, maar wel tegen een seksueel overdraagbare aandoening. Ja, dat klopt, omdat je voor een zwangerschap, om zwanger te worden, heb je dus, zoals ik zei, maar één zaadcel nodig die jouw eicel bevrucht.
Om besmet te worden met een seksueel overdraagbare aandoening daarentegen heb je vaak wel meerdere zaadcellen nodig of meerdere zaadcellen nodig die dan mogelijk een infectie veroorzaken. Goed, dan heb je naast nog een middelen die geen hormonen bevatten en die heb je dus de natuurlijke methode. En je hebt er heel wat methoden in. Ik ga daar niet uitgebreid op ingaan. Maar het principe is vooral dat je geen seksueel contact hebt. Dat je niet gaat vrijen op het moment dat je vruchtbaar bent. Of op het moment dat je vruchtbaar bent, dat je dan iets anders gebruikt. Nu, dus die methoden zijn er eigenlijk heel hard op gericht om te bepalen wanneer jouw vruchtbare periode is. Om dan zo te kijken, ja, om zo te bepalen, want en op deze moment kunnen we geen onbeschermde seks hebben. Om te bepalen wanneer jouw vruchtbare periode is, heb je verschillende indicatoren, noemen ze dat. Je kan aan de hand van jouw lichaamstemperatuur, meer bepaald ochtendtemperatuur, ook hoe jouw vaginale afscheiding, hoe die aanvoelt, hoeveel of hoe weinig dat is, hoe jouw baarmoedermond erbij ligt en op basis van jouw voorgaande cycli uiteraard ook. Maar dus de temperatuur, jouw vaginale afscheiding en baarmoedermond, die veranderingen daarin die bepalen of jij nu net of wel niet rond de periode van jouw eisprong zit. Deze methode raden wij uiteraard niet aan koppels die niet zwanger willen worden, omdat het toch wel wat oefening vergt. En je moet je lichaam wel wat leren kennen. Ook de eisprong, je vruchtbare periode, is ook wel wat onderhevig aan een aantal externe factoren, zoals stress en dergelijke. Of als je bijvoorbeeld start met met je ochtendtemperatuur te meten, ja, het kan zijn dat je ook wat verkouden bent of wat grieperig bent en dat jouw temperatuur daardoor ook wat verhoogd is. Dus het is niet altijd even betrouwbaar. Dus als er echt geen zwangerschap kan komen, is dit raden wij deze methode eigenlijk niet echt aan. Oké. Dan hebben we nog de laatste, dat zijn de definitieve methoden, zoals we dat noemen, die jou min of meer definitief gaan beschermen tegen een zwangerschap, namelijk sterilisatie. Dan heb je de sterilisatie bij mannen en bij vrouwen. Ik ga hier ook zeker niet ingaan op het medische aspect, maar het komt erop neer dat je bij mannen de zaadleiders worden onderbroken en bij vrouwen de eileiders. Dus er worden klemmetjes geplaatst, waardoor er dus geen zaadcellen niet meer door die zaadleiders kunnen of er ook geen eitje niet meer zich kan ontwikkelen of door de eileider kan gaan. Bij mannen, belangrijk om te zeggen, maar daar ga ik straks nog even op ingaan, is dat dat absoluut geen invloed heeft op het libido. Dat is nogal een vaak gehoorde iets is bij mannen, dat het ook een impact zou kunnen hebben op hun libido. Wat niet het geval is. Nu, we hebben het nu allemaal even overlopen. Een dertiental middelen, met of zonder hormonen, dagelijks aan denken, wekelijks, om de 3 maand, om de 5 jaar, 3 jaar. Dus er is wel wat. En mensen vragen dan wel eens van, ja, maar wat moet ik nu kiezen? Hè? Wat is voor mij, of wat moet ik gebruiken? En dan vind ik het heel belangrijk dat je kiest datgene wat het best ook bij jou past. Het kan best zijn dat je het helemaal maar niks vindt, dat je een beetje het raar vindt om een voorwerp, zoals een vaginale ring, in jouw vagina te brengen. Goed, dan is dit geen goede methode voor jou. Of je vindt het bijvoorbeeld helemaal niet fijn dat een arts een spiraal zou inbrengen. Dan is dit misschien ook niet de geschikte methode voor jou. Voor andere vrouwen zijn dan bloedingen weer heel belangrijk. Sommige vrouwen willen elke maand een bloeding hebben, andere willen er eigenlijk helemaal niks meer mee te maken hebben. Ook dat is een heel belangrijk aspect als je anticonceptie gaat kiezen.
En dan raad ik gewoon zo hard aan van informeer je op voorhand, lees iets op websites. Ik kan jullie nog een website geven. Als je niet graag dingen leest, bespreek het met jouw arts. En als je nu rond de periode van de bevalling zit of zwangerschap, zeker, kan je het ook zeker eens opnemen met je vroedvrouw. En ik weet niet of er hier op momenteel ook kraamverzorgsters luisteren, maar dan bij deze ook een beetje de vraag van probeer dit ook eens met de mama's te bespreken. We zijn dat misschien niet zo gewoon en dat voelt misschien zo wat gegeneerd aan. Maar het kan zoveel deugd doen voor mama's om het daar eens over te hebben. Want vaak, zeker vlak na een bevalling, je bent zo moe of je hebt geen focus om daarmee bezig te zijn. En dan kan het wel helpen als iemand daar eens over begint en met jou een gesprek aangaat. En ook dus voor jezelf, als vrouw, van, aarzel niet om daar eens een gesprek over te hebben of met jouw arts, vroedvrouw. En het is ook zo dat anticonceptie, ja, je bent gemiddeld bijvoorbeeld van je 15 tot je 45 jaar vruchtbaar. Dat is nu maar een gemiddelde. 30 jaar. Ja, in die 30 jaar moet je eigenlijk met momenten gaan beschermen tegen een zwangerschap. Dus het is ook logisch dat de middel of methode waarmee je dat doet, dat dat een stuk kan veranderen doorheen je leven. Zeker ook na zwangerschappen. Het is niet zo dat je moet verder gaan met het middel dat je gebruikte voor de zwangerschap, na je bevalling. Dat kan jouw behoeften kunnen helemaal veranderen daarin. Dus een handig hulpmiddel om even zo wat te kijken van wat kies ik, is bij Sensoa, op de website van Sensoa zo een keuzehulp gemaakt. En dat is op de website allesoverseks.be/anticonceptie. Daar kan je in een balk aanduiden van wat je kiest, wat je belangrijk vindt. Hoe vaak wil je aan anticonceptie denken? Wil ik hormonen gebruiken of niet? Wil ik nog menstrueren? En aan de hand van wat je daar aanvinkt, dan krijg je een overzicht van de middelen die aan jouw keuzemogelijkheden voldoen. Als je die keuzehulp, die bestaat er niet in. Als je de informatie niet Nederlands, als je niet goed Nederlands kan praten, of voor mensen die met anderstaligen werken, hebben we ook de website zanzu.be. En daar vind je informatie in 14 talen over anticonceptie. Ik zie hier net een vraag binnenkomen van ik geef borstvoeding en heeft dit invloed op mijn keuze? Ja, zeker en vast. En ik ga daar binnen een paar slides op ingaan als dat oké is. Maar dankjewel voor de vraag. Want het is inderdaad toch wel belangrijk om even stil te staan als je borstvoeding geeft, welk middel je dan best gebruikt. Want een aantal middelen kan je dan ook echt niet gebruiken. Ik ga nog even laten zien wat op die anticonceptiekeuzewijzer, welke zaken dat je zo kan aanvinken. Hè, hoe vaak wil je daar nu mee bezig zijn? Wil je naar de dokter gaan of niet? Wil je nog, hoe zit het met jouw menstruatie? Wil je nog bloedingen of niet? Of wil je die zelf kunnen regelen? Heb je nog een kinderwens? En zo ja, op korte of lange termijn. Ik zou zeggen, loop daar zeker eens door. En dat bereidt jou ook gewoon al goed voor als je verder wilt gaan praten met jouw arts of zo. Dus het is zeker niet slecht om dat gewoon voor jezelf al eens te doen, om eens even stil te staan van wat zou eigenlijk best bij mij passen. Zoals ik al zei, er doen heel wat wilde en foute verhalen de ronde over anticonceptie. Het is belangrijk dat je de juiste informatie zoekt. En of dat doe je dat online als je graag iets wil lezen. En dat kan dan
In het Nederlands dus op alsoverseks.be. Als je het in een andere taal, in 14 talen, kan je dat op de website van Sanzo. Nu, als je niet graag dingen leest, bespreek het zeker ook met je arts, gynaecoloog of vroedvrouw. Zij zijn zeker ook op de hoogte en kunnen jou nog heel hard verder helpen. Nu, ik hoor ook wel eens vaak van, ja, als ik anticonceptie kies, dan is de prijs toch eigenlijk ook wel een belangrijke. En wat kost dan nu allemaal, die anticonceptie? Nu, ik kan daar geen getallen op kleven om de eenvoudige reden dat de prijzen zo enorm variëren. Bijvoorbeeld van de pil alleen al zijn er 50 merken of zo of meer op de markt met allemaal verschillende prijzen. Ik kan alleen in het algemeen zeggen dat er een extra korting is voorzien voor min 25-jarigen van ongeveer 3 euro per maand. Dat, stel dat je dan een doosje koopt voor de pil voor 3 maanden, dan krijg je dus eigenlijk 9 euro korting. Als je dan een pil hebt die 9 euro kost, dan betaal je dus eigenlijk niets meer voor je pil. Als je een vaginale ring koopt die 40 euro kost ongeveer, dan krijg je daar dus 9 euro korting op. Die korting wordt automatisch verrekend in de apotheek. Je moet uiteraard wel je doktersvoorschrift bij hebben, maar als je dat laat zien, wordt die korting automatisch verrekend als je min 25 jaar bent. Tot voor kort was dat enkel voor min 21-jarigen. Dat is dus nu uitgebreid voor tot min 25-jarigen. Ik zei het al, hierdoor een aantal merken van pillen worden hierdoor gratis. Maar ook het spiraal, het hormonaal spiraal, of toch een aantal merken daarvan, en het koperspiraal, worden ook gratis, omdat die langere tijd werken. En dus die korting per maand, als je dat maar 5 jaar doet, dan kom je ook aan die prijs waardoor het spiraal gratis is voor min 25-jarigen. Naast dus die regeling is er ook nog hebben sommige ziekenfondsen ook nog een extra tussenkomst. Dat ze zeggen bijvoorbeeld, wij komen nog voor elk jaar voor 50 euro of ergens een bepaald bedrag tussen als jij een bewijsje van de apotheek binnenbrengt. Voor mensen met financiële moeilijkheden is het ook zo dat er een tussenkomst voorzien is, wordt door het OC&W en zeker in Antwerpen is dat het geval. Dus check dat zeker. Nu, hoe vind ik dan de goedkope anticonceptie? Wat zijn daarin dan tips? Vraag in een doktersconsult, zeker als het voor min 25 jaar is, naar die gedeeltelijk terugbetaalbare merken. Generieken, er zijn ook heel wat generieken op de markt die standaard goedkoper zijn dan de oorspronkelijke merken. Een jaarverpakking is ook altijd goedkoper dan een verpakking van 3 maanden. En zoals ik ook al zei, check eens bij je ziekenfonds voor een extra tegemoetkoming. En voor mensen met financieel problemen, check ook bij het OC&W. Goed, ik kom straks dus nog altijd terug op de borstvoeding. Nu, één klein dingetje nog, anticonceptie en corona. Het is misschien niet meer zo urgent. Gelukkig maar ergens. Maar het is zo nog altijd zo van, oké, je geraakt nog altijd wel aan je anticonceptie. Hè. Je kan bij de apotheek anticonceptie afhalen, er zijn geen tekorten. Nu, het was zo, en het nog altijd ergens, dat je op zich niet naar de dokter moest voor de vernieuwing van een pilvoorschrift. Er werd gezegd van, je mag de arts opbellen en vragen om een voorschrift op te sturen. Dat was het beleid zeker in het begin van de coronacrisis. Ik denk, nu hangt het echt af van arts tot arts hoe die daarmee omgaat. Dus ik kan daar geen algemene richtlijnen over geven, maar check het eens zelf bij je arts. Daarnaast ook nog, misschien heel interessant om mee te geven, is dat de spiralen en het implantaat een ingebouwde reserve hebben aan hoeveelheid hormoon of koper. Dus het is niet als je nu zegt van, oei, ik moest eigenlijk mijn spiraal laten vervangen, maar ik durf even niet naar de dokter, dat is geen probleem.
aangezien er toch een aantal maanden reserve op zit. Behalve bij de prikpil, die moet je wel strikter, dat moet je echt wel om de 3 maanden opvolgen. Goed, anticonceptie na de bevalling dus. Uiteraard hangt daarmee samen van wanneer ben ik terug vruchtbaar. Op zich is er de kans op een eerste eisprong vanaf een 3-tal weken. Als je borstvoeding geeft, dan wordt die eisprong onderdrukt en zal je dus op een later moment pas je eisprong hebben. En dat komt dan omdat tijdens de borstvoeding wordt je hormoon prolactine aangemaakt, dat ervoor zorgt dat de melkproductie op gang komt, maar ook dat hormoon gaat er eigenlijk voor zorgen dat jouw eisprong onderdrukt wordt. Nu, wat kan er dan eigenlijk gebruikt worden met borstvoeding? Dat horen wij, die vraag leeft echt wel. En de middel dat het meest wordt gebruikt na een bevalling en met borstvoeding is de minipil. En hoe komt dat eigenlijk? Dat is omdat de minipil, zoals ik al zei, die bevat geen oestrogeen. En vrouwen die pas bevallen zijn, mogen eigenlijk geen oestrogeen gebruiken, omdat dat de kans verhoogt op een trombose. Die kans is zeker verhoogt de eerste maand na een bevalling. Vandaar dat ze ook echt niet aanraden om daar met hormonale anticonceptie te starten. Nu, de minipil bevat geen oestrogeen en gemiddeld wordt daar eigenlijk mee opgestart tussen de 3 en 6 weken. Dat hangt echt heel hard af van het beleid van jouw arts en gynaecoloog of van het ziekenhuis. Ik denk dat je dan best volgt wat jouw arts jou adviseert. Maar het is sowieso veilig als je de minipil neemt. Na 3-4 weken kan dat perfect gecombineerd worden met borstvoeding. De pil, ring en de pleister, die dus wel oestrogeen bevatten, die mag je pas starten in principe na 6 maanden. Omdat dan eigenlijk het risico op trombose helemaal weg is. En het mogelijk negatieve effect dat het ook kan hebben op de melkproductie ook verlaagd is. En ook omdat dan de baby meestal ook al start met andere voeding. Dus welke anticonceptie kan eigenlijk met borstvoeding? Dat in het begin kan minipil en een hormonaal spiraal, omdat dat eigenlijk middelen zijn die geen oestrogeen bevatten. Uiteraard kunnen ook de middelen dus die geen hormonen bevatten, zoals een koperspiraal of condoom. En de middelen die, zoals een pil, ring en een pleister, een gewone pil dus, dat kan je eigenlijk pas doen vanaf 6 maanden als je borstvoeding geeft. Nu, wat ook vaak is gevraagd wordt, is borstvoeding op zich nu veilig als anticonceptiemiddel? Hè? Want ik zei er straks van de borstvoeding belemmert een eisprong, waardoor het dus eigenlijk, als er geen eisprong is, kan je ook niet zwanger worden. Maar het is eigenlijk wel zo dat het pas echt veilig is, dat je er echt maar kan op betrouwen, als er een aantal voorwaarden zijn voldoen. En dat zijn er wel eigenlijk wel heel wat. Dus het is zo, de baby mag geen 6 maanden oud zijn. Dus na 6 maanden is borstvoeding niet meer veilig als anticonceptiemiddel. En je moet volledige borstvoeding geven. Dus zoals je kan lezen, nooit meer dan 4 uur. Overdag tussenperiode en 's nachts ook nooit meer dan 6 uur. Ook enkel borstvoeding op het moment dat de baby dan vraagt. Je mag ook niet afkolven en dat is vaak iets wat er wat mensen niet goed of niet weten. Want door het afkolven, het is net de zuigreflex van de baby die essentieel is voor de juiste hormoonbalans. En als je gaat afkolven, is die zuigreflex er niet. En kunnen er problemen dus zijn dat je niet meer veilig bent. Dus ook geen bijvoeding. En dus ook uiteraard mag dus ook nog geen menstruatie geweest zijn.
Oké, ik krijg een vraagje. Krijg je na een bevalling het spiraal terugbetaald van je hospitalisatieverzekering als je deze 6 weken na de bevalling laat plaatsen? Dat is een goede vraag waar ik eigenlijk niet direct een antwoord op zou weten. Voor zover ik weet, zit anticonceptie niet in de hospitalisatieverzekering. Gaat dat er niet in zitten? Maar helaas, ik kan daar geen antwoord op geven. Misschien is dat wel iets dat we nog eens kunnen navragen en eventueel nog op de Facebook kunnen laten weten. Want dat is inderdaad wel een... De vraag is ook een beetje van 6 weken na de bevalling, dan moet je sowieso terug, want het spiraal wordt dan niet direct... Een hormonaal spiraal kan je niet onmiddellijk na de bevalling laten plaatsen. Dus dan moet je sowieso teruggaan en dan zit je... Zit je niet meer in die fase van de bevalling met jouw hospitalisatieverzekeringen. Dus ik zou me verbazen als het zou kunnen. Maar wel een goede om eens na te vragen. Tenzij mensen hier wel andere ervaringen over hebben, zeg ze zeker, dan kunnen we van elkaar een beetje leren. Oké. Dan, wat ik nog vaak hoor, is van, ah ja, de minipil, dat is toch alleen maar, kan je toch alleen maar gebruiken als je borstvoeding geeft. Nee, een minipil kan je gewoon eigenlijk continu blijven gebruiken, ook dus na de borstvoeding. Een minipil bevat geen oestrogeen en is dus eigenlijk vooral geschikt voor vrouwen die geen oestrogeen mogen gebruiken. Onder andere vrouwen die borstvoeding geven, maar ook... andere vrouwen die vanuit bepaalde tumoren of ja, sommigen ook die heel oestrogeengevoelig hebben met hoofdpijn en zo, kunnen, is een minipil geschikt of extra aan te raden. Voor, op zich is minipil voor iedereen geschikt. Voor sommige vrouwen zal ze echt het enige middel zijn omwille van dat er geen oestrogeen in zit en sommige vrouwen dat echt niet mogen nemen. Maar dus minipil kan je gewoon blijven doornemen. Als je daar tevreden over bent, waarom dan inderdaad op zich veranderen? Als je flessenvoeding geeft, wordt er meestal opgestart ook vanaf een drietal weken, omdat je dus dan kan een eerste ijsprong al hebben en daar wordt ook meestal eerst opgestart met de minipil, omwille van dat je de eerste maand dat er een verhoogd risico is, ook op een trombose, als je middelen met oestrogeen neemt. Dus ook met flesvoeding is het niet aan te raden om onmiddellijk te starten met een pilring of pleister, maar toch pas eigenlijk vanaf 6 weken of later te starten. Maar vraag dit zeker ook gewoon nog eens extra na aan je arts, vroedvrouw, gynaecoloog, dan ja, wat hij juist voor jou het beste vindt. Dan heb je nog noodanticonceptie. Ik ga daar heel kort iets van zeggen. Noodanticonceptie verkleint de kans op een zwangerschap als je onveilige seks hebt gehad. Het is dus niet zo dat, dat het een zwangerschap gaat, of een bevruchte eicel gaat afbreken. Dus geen vorm van anticonceptie. Het is een verkleinen van de kans. En je hebt daarvoor kan je een noodpil nemen. Je hebt twee soorten noodpillen. Maar je kan ook een noodspiraal. En dat is dan eigenlijk dat is het koperspiraal. En dat kan je plaatsen tot 5 dagen na het risicocontact. Het is eigenlijk het koper die dan de innesteling van een mogelijk bevruchte eicel gaat voorkomen. En die noodpil, daar is het vooral belangrijk van die zo snel mogelijk in te nemen. Ja, die noodpil, dus maximum tot 3 dagen of tot 5 dagen, dat is dan de nieuwe noodpil, maar dus vooral zo snel mogelijk. Goed, dan, hoe kom je eraan? Je kan dat eigenlijk zo krijgen in de apotheek. Het is zelfs zo dat eigenlijk de noodpil nu zo goed als gratis is voor iedereen.
maar dat je nog wel momenteel een doktersvoorschrift nodig hebt. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Eigenlijk, als je een doktersvoorschrift hebt, dan kan je ze zo goed als gratis krijgen. Maar eigenlijk kan je ze sowieso. Heb je geen doktersvoorschrift nodig om de noodpil te kopen, maar dan betaal je in eerste instantie meer. Stel, je hebt die noodpil nu nodig, je hebt geen doktersvoorschrift, ga naar de apotheek, vraag die noodpil en vraag gewoon ook naar een documentje dat je nadien kan indienen bij je ziekenfonds samen met een doktersvoorschrift, zodat je alsnog nadien jouw terugbetaling krijgt. Intussen zien we dat hospitalisatie zijn niet, dat er inderdaad weinig of geen hospitalisatieverzekeringen zijn die dat spiraal terugbetalen. Maar inderdaad, vraag het eens na bij jouw hospitalisatieverzekering. Je weet inderdaad maar nooit, en dat zou een mooie geste zijn, want zo'n spiraal zitten we toch gemakkelijk, zeker een hormonaal spiraal zitten we toch aan €150, wat een hele kost is. Heel kort nog, noodpil, kan dat tijdens de borstvoeding? Ja, dat kan, maar ja, dan heeft het een beetje effect op de volgende borstvoeding. Dus wordt er gezegd van een aantal uren, of in het geval van Ella-One, dat is een bepaald merk van een noodpil, 7 dagen geen borstvoeding. Dus belangrijk om hier gewoon te onthouden, van het kan. Je kan een noodpil nemen, maar dan heeft het effect op de borstvoeding die volgt, maar volg dan best ook gewoon wat er in de bijsluiter staat, of vraag gewoon zeker aan jouw apotheek wat je best doet. Die kan jou daarbij helpen. Goed, een noodpil is in het geval risicovolle seks gehad, een noodpil kan ervoor zorgen dat de kans dat je misschien niet ongepland zwanger raakt, maar tegelijkertijd zien we, het is wel een realiteit. Hier zie je een klein grafiekje of een taartdiagram. Heel kort, 1 op 4 van de zwangerschappen in Vlaanderen is ongepland. Die 1 op 4, dus 25% van de zwangerschap is ongepland. Maar een deel van die ongeplande zwangerschappen, die worden eigenlijk na een tijdje beleving ervan evolueert, hè. En mensen zeggen, ja, eigenlijk werd dat oorspronkelijk was ongepland. Het was ongepland, maar het is niet ongewenst. Of het is ongepland, maar gewenst geworden. Dus het is natuurlijk niet zo dat ongepland altijd ongewenst betekent. Maar waarom laat ik dit zien? Vooral omdat heel veel vrouwen die ongepland zwanger raken, heel hard met een schuldgevoel zitten of met een gevoel van, goh, ik heb gefaald en hoe kan mij dat nu overkomen? Hoe kan dat nu met zo'n aanbod aan anticonceptie? Nu goed, het enige wat ik wil zeggen is, van je hebt, zoals ik al zei, je bent 35 jaar gemiddeld vruchtbaar. Je moet eigenlijk 35 jaar vruchtbaarheid gaan controleren. Dus het is zeer logisch dat er wel eens iets fout kan lopen. Dus ongeplande zwangerschappen zijn een realiteit. En het is belangrijk dat je jezelf daarover niet gaat kwalijk nemen. Een ongeplande zwangerschap die dan ook ongewenst blijkt zijn, is altijd voor een vrouw of een koppel een heel een moeilijke situatie. Waarbij het heel belangrijk is om je daarin te laten ondersteunen in jouw keuzeproces. En dat je dat eigenlijk kan laten doen door mensen die jou ook ruimte geven voor jouw eigen beslissingen. Praat erover met je huisarts, in het geval bij jongeren, de jongerenadviescentra. De abortuscentra zelf, die helpen jou ook bij jouw keuze. En het is niet zo dat als je een abortuscentrum binnenstapt, dat je al beslist hebt voor een abortus of dat je dat moet doen. Nee, hulpverleners daar zullen ervoor zorgen, gaan jou gewoon helpen met jouw keuzeproces. Misschien heel kort nog corona-gewijs. De abortuscentra zijn opengebleven, zijn nog altijd open. Het kan zijn dat een abortuscentrum, ja, als je belt, dat je een eerste gesprek telefonisch hebt. En dat je dan, als je kiest voor een abortus, dat je dan naar het centrum pas gaat voor de ingreep zelf. Maar dat zullen ze jullie wel aan de telefoon verder kunnen vertellen. Maar
abortuscentra's blijven open tijdens corona. Goed, dan zie ik eigenlijk dat het net een 2 uur is en wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie deelname. Ik wil hier gerust nog eventjes blijven hangen, dus als er vragen zijn, stel gerust. Of als er nadien nog vragen komen, eventueel via deze Facebookpagina. En check zeker ook eens de website andersalsoverseks.be. Dus als er vragen zijn, stel ze gerust nog. Ik kijk nog eventjes verder. Oké. Ik zie niet direct nog vragen binnenkomen. Heel erg bedankt om hier aanwezig te zijn. Veel succes met jullie anticonceptiekeuze. En Kraamvogel, dank je wel om hier een uurtje te mogen komen babbelen over anticonceptie. Dag.